Mocht je foto's in je bezit hebben in zwart-wit formaat en je wilt daar een kleurtje aan geven, dan zijn daarvoor diverse mogelijkheden te vinden, zoals het online Image Colorizer. Naast het inkleuren kun je ook nog een aantal bewerkingen uitvoeren. De resultaten zijn wel wisselend. Ach, je ziet het vanzelf in deze auto. Je surft naar imagecolorizer.com. Hier klik je op Colorize Photo Now. Je kunt hier bestanden heen slepen of toevoegen door te klikken. Je ziet de maximale grootte en resolutie en toegestane formaten. Als je hier kiest voor Start, dan wordt er direct gestart met inkleuren, maar je kunt er ook voor kiezen vooraf nog een aantal bewerkingen uit te voeren. Inderdaad. Jullie zien hier een foto van de maker van deze how -to's. Het... Is al een paar weken geleden, maar het tekstverwerken zit er al vroeg in. Je kunt de foto bijsnijden en hier een rand toevoegen. Als je klaar bent, klik je op Down. Via Start begint dus het inkleuren. Als je op Download klikt, verschijnt het resultaat in een apart tabblad. Je ziet dat in dit geval niet alle delen zijn ingekleurd. Dat heeft natuurlijk ook zijn charme. Via de rechtermuisknop, afbeelding opslaan als, kun je de foto op je eigen schijf opslaan, als JPG-bestand. Ik laat nog een voorbeeld zien. Deze wordt nu direct ingekleurd. En nu is dit het resultaat. Je ziet dat er nu meer is ingekleurd. Tot zover deze houdt toe over het inkleuren van een zwart-wit foto via Image Colorizer.